In Beverwijk hebben we meer dan 100 monumenten. Het is belangrijk dat iedere Beverwijker kennis kan maken met dit historisch erfgoed. Begin 2019 zijn we begonnen om dit erfgoed in beeld te brengen. Dat doen we door middel van korte filmpjes waarin onze eigen Beverwijkers een hoofdrol spelen. Laat ons weten wat u ervan vindt. We staan altijd open voor uw ideeën en suggesties. Bezoek ook eens de Open Deurenroute of Open Monumentendag. We houden u op de hoogte wanneer deze evenementen plaatsvinden. Misschien zien we elkaar daar. Ik ben hier in de Sint-Odulfuskerk in Wijk aan Zee. En nee, dit is niet het monument waar we het over gaan hebben, maar daar lopen we nu naartoe. Hoi! Wat ontzettend mooi wat je aan het spelen bent. Ja, dat was van Handel uit zijn Water Music en dat heb ik dan bewerkt voor orgel. Dit orgel is een monument. Wat maakt dit orgel nou zo bijzonder dat zo is? Dat is de klank. Dit orgel staat ook in een bepaalde stemming en ook een half toon lager dan normaal. En die specifieke klank die is onnavolgbaar mooi en zeker in zo'n ruimte als deze. Hoe zou je de klank of het geluid omschrijven die dit orgel maakt? Soms liefelijk, maar soms ook een beetje ruig. Dat is weer dat typisch Oud-Hollandse wat erin zit. En die geeft in dit geval een heel zacht geluid. Combineer je vaak met een achtvoet. Heeft een beetje strijkachtige klank. En wat is dan bijvoorbeeld het ruige geluid wat je... Nou, dat is wat ik net had. En dan kan je ook dit openzetten. Even kijken hoor. Dat is gewoon alles open. Nou, dat hoeft niet hoor. Hoeft niet. Zou je mij misschien kunnen uitleggen waar alles voor dient en hoe dat werkt? Zeker, dit zijn registers. Ja. Dit is gewoon een, wat je net hoorde, een soort blokfluit. Dat is een bepaalde lengte. Hier om dit orgel de grootste lengte, de langste pijp. Dan gaan we even een blik werpen op het front van het orgel. Het geluid komt uit het labium, dat is dat streepje. Dat zijn die streepjes. Ja. Ja. Zou je me ook iets meer kunnen vertellen over de historie van dit orgel? Wie heeft bijvoorbeeld dit orgel gemaakt? Dat is Pieter van Assendelft. Pieter van Assendelft kwam al uit een orgelmakersbedrijf. Ja. Zijn vader Johannes van Assendelft heeft belangrijke orgels gebouwd, zoals het orgel in de Westerkerk in Amsterdam. Terwijl zijn zoon meer restaurateur was, maar kennelijk dus ook een paar instrumenten gebouwd heeft, anders hadden we dit niet ontdekt natuurlijk. Maar veel kleinere orgels maakt hij eigenlijk. Ja, zeker weten. Ja. Veel kleinere orgels. Dit orgel kwam dan ook uit een katholieke schuilkerk uit Schiedam. Ja. En is in 1881 verplaatst naar Wijk aan Zee, naar deze kerk. En in 1984 is het gerestaureerd. Ze hadden hem verborgen. Dit orgel klein, maar fijn. Hij mocht vooral niet storend zijn. Zo klonk hij, ver van oorverdovend, tot zijn huis, oogluikend gedoogd, werd opgeheven. Velen van zijn soort verdwenen. Zo niet deze, want deze mocht er zijn. Door esthetische kwaliteiten is hij boven blijven drijven. Zijn details zijn ongewoon. Klein orgel, wonderschoon. Werd een lang leven beloofd toen hij in het dorp kwam wonen. Ondergedoken tussen de duinen hoeft hij zich nooit meer te verschuilen.